Vakmanschap is meesterschap. En soms doen we het gewoon lekker zelf. Ik moet een badkamermeubel gaan maken. Dus dan wil ik van steigerhout gaan maken met een spiegel erboven. Ik vind het wel leuk om te doen. En met houtwerken, dat werkt altijd ideaal. Dus ik vind dat wel mooi. Kijk, zo bouw je een huis. Alles op de hand. En de timmerman van toen kon ook politoeren. Die maakte zwaluwstaartjes. Hij kon een deur inhangen. Vakwerk bestaat nog, maar het echte ambacht van toen verdwijnt. Het is eigenlijk al verdwenen. Het werken met de hand aan een stuk hout, ik zou niet weten waar je dat nog kan leren. Het is nostalgie wat we hier doen, ja, echt waar. Ja, ik was niet zo'n goede leerling. Ik ging vroegtijdig van school en mijn vader liet een huis bouwen in Domburg door een kleine aannemer uit Aardekerken. En mijn vader zei, ik heb een wat moeilijke zoon, want die speelt enkel maar op een gitaar. Verder is de lieve jongen, maar kan jij die niet als kruljongen aannemen? En de baasje zei, dat is goed, laat hem maar komen. Dus zo ben ik als kruljongen op Aardekerken begonnen. En dat blijkt er toch in je te zitten. Ik ben dus op mijn 15e timmerman geworden. Je moest natuurlijk bekwamen verder bij een leerbedrijf. Op Domburg had ik wel een hele goede leermeester. En dat was een kei van een vakman. Er is altijd iets moois aan met je handen werken. Het is iets wat jij maakt en wat niet alleen uit de machine komt. Een elektrisch gereedschap is op zich snel en leuk, maar het haalt een deel van het leuke aan het werk weg, om het te voelen, om ieder klein stapje te maken. Ja, ik heb op deze tafel een aantal dingen uitgestald, een aantal gereedschappen uitgestald die zo'n 50, 60 jaar geleden eigenlijk door elke timmerman werden gebruikt. Nou, dit is een grote steekguts, niet meer te koop, prachtig staal, mooi handvat, zo'n prachtig ding. Ik krijg wel eens wat van mensen en dan is het bijna allemaal roest, natuurlijk bot. Nou, dan push je zo'n ding op. Deze, die komen van een rommelmarkt. Nou, die zagen er niet uit, maar ze zijn prachtig. Bij het als goed staal. Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. Tiet het op, ontzettend. Dit is het. That's it. That's it. That's it, baby. Hey, man. What's your mama gonna say? If you finally let your partner like this guy. Ik heb wel affiniteit mee. Omdat ik al jarenlang met heel veel plezier aan het klussen ben in mijn woning. En op de timmerschool bij Marines leer ik eigenlijk alle vaardigheden en technieken om het nog perfecter af te leveren. Dan leer ik alle finesses van het timmervak, van alle verschillende houtverbindingen en verschillende soorten hout. En dan merk ik in feite dat je met handgereedschappen al heel eind komt. Dan heb ik nog een oud boromslag. Dat is ook wel boorwindsel, boromslag. De slangenboor gaat daarin en die kan vast worden gezet. Dan ga je zo een gat boren. Het lijkt onbegonnen werk nu in deze tijd, maar vroeger werd het gewoon gedaan. Dat was niet anders. Toen ik een jaar of 16 was, dan waren er op Domburg 3, misschien wel 4 kleine aannemers. En op Oostkapelle waren er ook 2. En op Aardekerken waren er 2 of 3. En overal. Nu zijn het allemaal specialisten. Als er nu een huis gebouwd is, staan er misschien wel 10 bedrijfsauto's voor. Van allerlei verschillende firma's, maar dat was toen niet. De aannemer van zo'n dorp deed eigenlijk alles. Vroeger werden de stukken gereedschap gewoon speciaal gemaakt voor de taak die ze te vervullen hadden. Dus aan een raam of een kozijn moest een profiel geschaafd worden. En daar is dit schaafje voor. Het heet ook een profielschaafje. Je had verschillende profielen. En dat dingetje is daar gewoon voor gemaakt. Dus die kan 1 profiel schaven, meer niet. Ik ben van nature wel een cluster, zeg maar. Maar ja, ik deed dat altijd een beetje op mijn eigen manier. Ik verzon maar hoe een houtverbinding
in elkaar kon krijgen. Je maakt dingen die je eigenlijk zelf niet voor mogelijk hield dat je die met de hand kunt maken. Ja, ik heb er natuurlijk zelf ook enorm veel plezier in. Ik zou niet weten wat ik heel dagen zou moeten doen als ik dit niet had. Verder doe ik ook niks. Ik geef niet om sport. En, het is mijn vak en het is mijn hobby. En daar geniet ik elke dag van. Ja.